Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door Grolsch. De meest bizarre stunts en de meest ongeloofwaardige situaties komen alleen in films voor. Maar kan hetgeen je in een film ziet ook in het echt? Je zal nooit meer hetzelfde naar film kijken. Want wij gaan 8 weken lang tot het gaatje om dit voor jou uit te zoeken. Dit is Filmbusters. Zullen we eens een keer op tijd zijn, hè? Och, Martijn is op tijd. Ja, en jullie slaap. Zijn wederom te laat. Slaap. Hij zat nog even in de blozen. En slaap. Ja, het was wel een weekje vorige week, hoor. We hebben hem niet gebust. Ik vind dat wel nee, jammer. Nee, maar je hebt wel een leeuw weggejaagd. Ik heb inderdaad wel een leeuw weggejaagd. Maar die heeft nog wel die geluidsman op het einde gepakt. Zo. Je hebt het niet overleefd. Je hebt het niet overleefd, maar helaas. Goed. Ik hoop dat we de nieuwe film die we gaan busten wel overleven. Dat is ja, het allerbelangrijkste. Dat het deze keer wel lukt. Ja, jongen. Cheers. Cheers. Ja, ik heb het gepopt. In Magic Mike XXL is Channing Tatum met de Kings of Tampa terug om opnieuw het podium op te duiken voor een groot publiek. Maar hiervoor moeten ze eerst uit hun comfortzone zien te komen. Is het mogelijk om, net als de mannen in Magic Mike XXL, binnen een korte tijd vrouwen gillend enthousiast te krijgen met een eigen stripact? Nee, gaan we niet lukken. Ik kan er heel kort over zijn. Gaan we niet lukken. Ja, maar je gaat er toch wel een poging maken. Ja, ik zit hier echt zwaar tegenop. Als je niet de poging überhaupt zou waren, zou ik het wel afvinden. Dit is wel oprecht je grootste nachtmerrie, ja, toch? Dit is echt mijn allergrootste nachtmerrie. We gaan het wel proberen. Ja. Ja. We gaan sowieso een kans geven. Ja, toch? Tuurlijk. Martijn en ik slepen je er wel doorheen. Als jij gewoon opkomt dagen, dan gaan wij gewoon dat is met z'n drieën... Gewoon er staan. Ik ben heel benieuwd of wij überhaupt vrouwen wild kunnen krijgen met onze dansmove. Want ik heb jou zien dansen. Ik zie mezelf gelukkig niet dansen. Ik zie jou alleen maar tafels slopen in het café, dus nee, inderdaad. Nee, ik ben echt heel erg benieuwd of het ons gaat lukken. Dus laten we vooral nog even een sportschooletje pakken, want ons lichaam, ja, laten we wel wezen, is geen Magic Mike. Nee. Oké, gaan we dat doen. Ja, ik denk dat je achteraf van het podium afloopt met een enorme kick. En ja, kom maar op. Als kind vond ik stripteases een beetje ordinair. Na die hele hype van Magic Mike heb ik daar al een iets ander beeld van gekregen. Ik krijg er een beetje respect voor, maar nu om het zelf te doen is wel next level. Ja, Nelis, vandaag zonder Joost. Heel toevallig, we moeten optreden voor een aantal vrouwen en hij is er in één keer niet bij. Maar ja, wij zijn welkom op daar. Zo is het. Dat zegt ook wat. We hebben ook keihard getraind. Not, inderdaad. Maar goed, over training gesproken. We krijgen natuurlijk vandaag training van een expert. Ja. Die gaat de choreografie met ons doornemen. Zeker. Want we moeten ook wel ja, sexy overkomen voor al die dames. En als ik alle bronnen moet geloven, is dit wel echt een van de beste. Dus als hij het ons niet kan leren, dan zijn we hopeloos. Kijk eens, dit is wel kinky hoor. Oh. En we trekken wederom geen volle zalen, Niels. Ja, dit is wel Magic Mike. Kijk eens, goeiedag. Oh, hey, goeiedag. We're gonna do the safe way. Yes. We're gonna use one of our guys to introduce everything and take the lead from you guys. So a lot of the attention on the first part is gonna be on a group. En dan individual, maybe on the second song, whatever we decide. Ik denk dat wij wel wat hulp nodig hebben als wij de meisjes schillend gek willen krijgen. Volgens mij zijn we goede handen. We gaan zo meteen beginnen met oefenen en dan kan ik er waarschijnlijk iets meer over vertellen. Ik heb er nu nog niet heel veel vertrouwen in dat de meisjes heel gek gaan worden. Ik ben heel benieuwd of wij striptalent hebben. Before we get to work, I want to introduce you to one of our main guy. Give it up for Denzel. Denzel. Wow. So you're not by yourself. He's one of our greatest performer. Girls love him. And he is our Magic Mike. All right, let's get to work. Okay, can I see the dolphin? Oh, no. Okay, well, I will, like I said, I will call that the octopus, not the dolphin. But it looks sort of like it, right? Something like okay, that. Okay, now, Niels, you try it. Oh, I have to try yeah, it, yeah. But I can't do it. No, it's fine. You cannot get worse than the octopus. Oh, my God. I don't know what to do. Yeah, just there. Okay. Volgens mij heeft Niels er iets meer moeite mee.
All right, guys, with the dolphin, I want you guys to do two simple things. First, you're gonna drop, and you're gonna go in. So it's gonna go in. Boom. Boom, okay? That's okay. What the dolphin's supposed to look like. So you're driving in. Guys, no, you have to drive in. So you're gonna go one. Ja, het zijn gewoon moves die je niet zo snel maakt als man. Ik ben echt wel een beetje lomp en log. En ja, dat weet ik ook wel, maar ik vind het stiekem gewoon echt wel leuk. Twee, drie, yes. Let's try one more time. Gewoon lekker dit. Dun, 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 dun. Ja, nu komt het stripgedeelte. Dat is zeg maar precies het ding waar ik minder naar uitkijk. Laten we kijken wat er nu gaat gebeuren. Eén, twee, en drie, juist. Drie keer, alles doen we drie keer. Ja. Dan gaan we omlaag. Boom. Handen hier, oh, juist, komt ie. Eén been een beetje, juist, precies. Dan krijg je weer, één, twee, drie. Can we do the twerking part? Go to the twerking. This is gonna be a highlight, so you guys gotta do it right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan ga je omhoog. Boef. Hij doet het wel, hè? Ziet het bij mij ook zo uit? Ja, ja. Oh, god. I have a surprise for you guys. De jongens gaan straks twee dansen opvoeren. De eerste dans is samen met Denzel, maar daarna staan ze er alleen voor. Oh ja, voordat ze zich onstage uit kunnen kleden, zullen ze eerst goed uitgekleed moeten zijn. The fireman. Nee. God. Nee. Dit dan, ja, dit gaan we niet aan. Oh, nee. Ja, daag. Nee. Dat is voor je mond, toch? Dit is een mondkapje. Ja, dit is een mondkapje. Oh ja, dit is een afritsbroekje. Top. Die zo. Oké, dus dan hebben we dit voor de eerste outfit met een jeans. Ja. En dan deze afscheurbroek. Ja, een schikje. Dit is gewoon... Het is gewoon trainen dit. Oké, dus we komen zo het podium dus op. Ja. 1, 2, 3. En dan nog een broek. Dit worden de outfitjes. Ja. Lekker zo. Lekker man. Ik voel me echt Channing Tatum in één keer. Ik zou zeggen, laten we nog één keer een generale repetitietje doen. Die is wel nodig. Die is zeker nodig. Ja. Oh. Nu even vergeten, even kijken. 1, 2, 3. I know it looks all foreign, a lot of spacing. We got to clean it up. I have to clean it up. Second position. Second position. Okay, guys. When you guys are grinding, take your time. This is a slow song. Don't go. This is not sexy. No. So you gotta go one. Gaat helemaal kut dit daar, hoor. Niet, man. Are you okay? Because you were struggling with that part. Yeah. I just forgot. Okay. I want you more in this area. You're going like this, and it looks bad. Yeah. Okay, can you do the two-step? No. Two-step, remember? Ik ben gestresst van hem. Ja, ik ook. Ik denk alles wat de fuck is. Het gaat echt heel slecht eigenlijk. Ik maak meer fouten dan ik daarvoor ben. Alles, het enige wat je moet houden, alles is drie tellen. Oh, drie tellen? Ik zit in het vier, man. Nee, drie tellen, maar wel snel. Hey. De generale repetitie ging alles behalve goed. De danspasjes willen nog niet helemaal lukken. De jongens zijn steeds uit de maat en de choreograaf is niet bepaald tevreden. Gaat Magic Mike zo nog wel gebust worden? Ja, kijk Niels. Ik kan jou ook niet doen. Nou kijk, in Magic Mike zijn ze heel geperfectioneerd. En ja, er mogen gewoon geen fouten gemaakt worden. En ik heb dat ook wel ergens in mijn hoofd. Ik moet soms heel hard lachen. Ja, maar het is gewoon heel belangrijk dat je wel gewoon heel serieus blijft. Ja, ik ben gewoon heel bang dat ik iets fout doe. Als je dat gaat doen, dan ga je het wel fout doen. Gewoon genieten, gewoon
laten leiden door de muziek. Hey guys, yeah. On this part also I want your stage name. Nelly Finelli. Marty Naughty. I like that one. Give it up for Nelly Benelli and... Marty Party in your pants. Marty Party in your pants. And that's how we're gonna start the show. Ladies to my left. Ladies to my right. Who was that there? I want to introduce three of my dancers. Ladies, give it up for Marty Party in my pants! I want to introduce to you guys Nelly Vanilla, ladies. He's part of Cocktails. Give it up for Tyrone Danzel. All right, ladies, we're about to have some fun. Just sit down, get your drink, and enjoy the show. Optreden zit erop en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Niels en Martijn hebben nu 1 minuut om zich helemaal om te kleden voor de volgende act die ze volledig met z'n tweeën moeten doen. Het is tijd voor de grote finale. Het is tijd om Magic Mike te busten. Dan ik had gedacht. Moet je echt zeggen, hè? Toch? Best wel een kick. Ja, het is een kick. Maar als het eruit klaar is, dan wil je wel graag wat podium af. Ja. Je ziet wel gewoon echt 30, 40, 50 vrouwen naar je kijken, helemaal. Oh! En je doet inderdaad je trucjes om het op te gaan. Je snapt dat ze het deden omdat de camera er was, hè? In het echte leven was dit nooit. Nee, ik geloof er nu echt in. Ik geloof er nu in. Als mensen nou echt zo reageren op wat jij doet, ja, is dat fantastisch. They did unexpectedly.
surprisingly very, very well. I was the energy that they came in with. They really wanted to give it all. None of them complained. And that's what normally it takes to be on stage. Het was super goed hoor. Ik vond het echt geweldig, ja. Ik was het meest verrast toen hij echt letterlijk met zijn billen ging shaken. Ja, dat deed hij goed. Ja. Martijn, even serieus, dit was echt heel vet. Ja, natural high. Natural high, natural ja. High. Maar ik snap nu ook wel voor zo'n acteur, Channing Tatum, dat hij gewoon tof is om te spelen. Je krijgt er zo'n kick van. Wij hebben er nu 5 uur aan gezeten. Ja. Als jij hier een heel jaar aan zit, hoe goed zijn we dan? Serieus. Super goed. Dus we hebben de film in principe gedust. We hebben geld gekregen van de vrouwen. Ja. Ze hebben gegild. Ik weet niet of het door de camera's kwam. Maar laten we het gewoon doen alsof het door onze performance kwam. Ja. We hebben gewoon gebust. Inderdaad. Klaar. Wie de fuck is Magic Mike? Ik zie hem niet meer. We hebben nog wel wat leuks voor jullie. We geven namelijk 10 keer een Grols filmpakket weg. Nou, wat zit erin? Er zitten 5 bioscoopkaarten in voor jou en je vrienden. En ook nog een speciaal Grols prijspakket. Ga even naar moviesexplained.nl en dan kun je daar direct kans maken. Ja, check sowieso nog even Movies Explained op Veronica TV voor meer inside information. En laat ook even weten in de comments of jij nu ook anders kijkt naar de film. Of überhaupt strippers aan zich. Ik persoonlijk wel. Ik heb er zwaar respect voor in 1 keer. En tot volgende week. Gaan we enkele dansavond zal meer weer hetzelfde zijn. Als wij een club in de komen, dan weet je wat zo. Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door Grols.